Marino is een voetganger, want hij heeft skielers aan. Marino hoort op straat. Oh, ik zou Pascal dit willen zien doen. Wedden dat hij gewoon iets fout heeft. Deze oké. Jij denkt dat ik niet goed van wacht te maken, hè? Denk je dat verkeerd, Ton? En andere mensen die denken dat ik dat niet kan, gaan jullie vandaag namelijk allemaal bewijzen dat ik het wel kan. Want ik ben super slim. Ik heb namelijk niet van 4 gedaan voor mijn opleiding. Ik heb een hamster. En ik heb een jasjacket ding binnenaan. Want dat is fashion. Net als mijn outfit. Lit as fuck. Lit. Zo. Dat is eruit. Laten we nu beginnen met de test. Want ik ben super slim. En ik laat jullie allemaal zien dat ik voor deze CITO-toets volledig ga slagen. Oké? That's what we gonna do today. Probeer CITO-toets oefenen voor groep 4 tot en met 8 jaar gratis. Oké, dus we kunnen ook gewoon de groep 4 CITO-toets doen. Nee. Dat is veel te makkelijk natuurlijk. No. Dat gaan wij niet doen, hè. We gaan gewoon volledig gelijk. Groep 8. Hallo, ik klikte. Waarom werkt dit niet? Hallo? Oh, daar. Oké, waarmee gaan we beginnen? We kunnen rekenen, getallen rekenen, verhoudingen, taal begrijpend lezen, taal, grammatica, rekenen. Dit zijn letterlijk allemaal dingen wat ik gewoon kut vind. Laten we gewoon simpel beginnen met rekenen, getallen, oké? Met het vliegtuig, gratis. Oké. Ik ben een Nederlander en ik hou van gratis, dus kom maar op. Bekijk de tabel. Totaal aantal aankomende en vertrekkende passagiers is... Dat is zoveel, what the fuck. Hoeveel passagiers werden er in 2007 vervoerd? What the fuck, dat staat er letterlijk. Are you kidding me? Wacht, is dit legit rekenen? Dat is gewoon deze. Dat is... Is dat deze? Ja, dat is deze. Oh, boom. Wauw, ik heb hem goed. Oh, surprise! In ieder geval, dat is het ding als ik het goed heb, toch? Dat gezichtje, denk ik. Ik gok dat ik hem goed heb en als ik hem niet goed heb, dan haat ik deze complete wereld. Ja. In welk jaar werden er voor het eerst meer dan 50 miljoen passagiers vervoerd? Voor het eerst 50 miljoen passagiers. Dat is 2012, want dat is het enige ding met meer dan 50 miljoen passagiers. 2012. Boom! Bakka chakalaka! In welk jaar was het aantal aankomende passagiers groter dan 40 miljoen? Meer dan 40 miljoen. Dat is het allemaal. Wat? Welk jaar was het aantal aankomende passagiers groter dan 40 miljoen? Dat is in elk fucking jaar wat hier staat. Letterlijk. Hoe bedoel je? Dan is dat toch gewoon 2004 of ben ik nou gek? Shut the fuck up. In welk jaar waren er minder passagiers op Schiphol in vergelijking met het jaar ervoor? Minder passagiers op Schiphol. Dus even kijken, dan hadden we... Dit jaar hadden we zoveel. En in dit jaar hadden we er minder. Maar dit jaar hadden we er ook meer en hier hadden we er minder. Wat? Jaar ervoor. Minder dan het jaar ervoor. Kevin, ik ben zo slim, ja hè Kevin? Kijk, oh mijn god. Kijk jongens en meisjes en transgenders en alle neutrale dingen en... Kijk jongens, Kevin leeft nog. Hoeveel passagiers meer zijn er ongeveer in 2006 ten opzichte van 2005? 2006 en 2005, hoeveel zijn er meer? Dat is zo ongeveer... 2 miljoen. In ieder geval als we gaan afronden. Want als we bij die 44 miljoen 1 miljoen bij opdoen. Dan hebben we 45 miljoen. En 77.539. En dan missen we dus nog een paar honderdduizend. Dus dan komt 2 miljoen het dichtst in de buurt. Dus dit moet 2 miljoen zijn. Oeh, zag je dat? Feeling good! What the fuck, er is nog één. Ik heb al 5 sterren, toch? 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb al 5 sterren. Ja, nee, ga nu maar weg met deze kutvraag. Ik ben er nu al helemaal klaar mee. We gaan andere vragen opzoeken. Waar is die topografie die Don deed? Hoe de fuck kwam hij daar? Je kunt alle vakken oefenen bij Junior Einstein. Oké. Topo, Garden. Oké. Groep 8. Laten we Nederland doen. Ik ben hier zo ontzettend goed in, jongens. Oh. Topo had ik vroeger legit altijd een 10 voor. Altijd! Op de basisschool vroegen ze van, hey Pascal, waar ligt Utrecht? En natuurlijk wist ik altijd het antwoord. En dan zei ik van, ja, daar ook. En toen keken ze mij aan van, hoe weet deze man dat? Hij is zo slim. Ik ga deze test rocken! Kom maar op, leer de provincies van Nederland. Let's go! Hoeveel provincies heeft Nederland? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! Boom, tjakalaka! Ah! Get on my level, motherfucker. Welke provincie hoort bij nummer 1? Dat is Groningen. Nee, dat is niet Groningen. Dat is wel Groningen. Nee, dat is... Friesland. I knew it. Dat was even een mindfuck met jullie, hè. Ik liet jullie namelijk denken van, dat is Groningen. En dan waren jullie allemaal van... Oh my god, gaat hij het fout hebben? Nee, dat kan niet. En vervolgens, boom. Ik heb hem. Welke provincie hoort bij nummer 2? Nummer 2. Kijk, boys. Dat is Groningen. Boop, nummer 3. Come on, man. Dat is Drenthe. Come on. Hoppa. Wat hebben we nog meer? Nummer 4. Waar is 4? Dat is hier. Dat is Noord-Holland. Omdat het in het noorden ligt. Ta! Jesus. You stupid. Welke provincie hoort bij nummer 5? Nummer 5. Dat is Flevoland. Easy. Nummer 6. Dat is Overijssel. Dat is de plek waar ik woon. That's my city, you know. Ja. Welke provincie hoort bij nummer 7? Nummer 7, dat is Zuid-Holland. Boom. Pa. Nummer 8 is Utrecht. Halakapata. Nummer 9, dat is Gelderland. Nummer 10 is Zeeland. Nummer 11 is Noord-Brabant. Nummer 12 is... Even kijken, waar is nummer 12? Dat is daar, dat is Limburg. Ik had hem. Wauw. Je hebt 13 vragen goed gemaakt. Dat is uitstekend. Oh, shit on that, Tom. Want je dacht waarschijnlijk dat ik dit niet zal weten. Maar ik weet het, want ik ben slim. Ik ben slim, hè, Kevin? Ja, je vindt mij slim, hè, Kevin? Ja, zeg maar ja. Ja. Wat? Kevin moet ook zijn aandacht krijgen, oké? Jesus. Oeh, we hebben ook geschiedenis. Oh, daar ben ik ook zo ontzettend geweldig in. Want ik weet natuurlijk alles wat er vroeger is gebeurd. Toen Napoleon Duitsland aanviel. En toen Hitler aan de macht kwam in Amerika. I know it all! Dus kom maar op. Wat is dit? Wat ga je lezen? Wacht, moet ik lezen? Hold on, wat? Vroeger waren Nederland... Oh nee, laat maar. Oh nee, ik ga niet lezen. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. Dat is veel te veel werk. Weet je wat? Laat geschiedenis maar zitten. Verkeer. Yeah, daar ben ik wel goed in. Kom maar op. Verkeer groep 8. Wanneer ben je een voetganger? Oké. Bekijk de afbeelding. Wie is er geen voetganger? Nou, Fleur is geen voetganger. Marino is volgens mij ook geen voetganger, want hij wieletjes. Dus Fleur en Marino. Mij werd altijd verteld dat als je wieletjes had, dan was je een bestuurder. Omdat je bestuurt met... Come on, man. Dit was een streekvraag, oké? Come on, nu. Waar lopen de voetgangers? Op de straat. Oh my god. Op het pad dat gesloten is voor voetgangers. Wacht, het pad dat gesloten is voor voetgangers? Sinds wanneer heb je paden die gesloten zijn voor voetgangers? Ik zweer, ik heb nog nooit een pad gezien dat was gesloten voor voetgangers. Staat dat bord serieus? Ik heb het nog nooit gezien, of ik negeer het gewoon altijd. Op het fietspad, op de stoep en het voetpad. Nou, ik denk op de stoep en het voetpad. Oh mijn god, ik heb het goed. Woe. Welke uitspraak over Marino is waar? Dit is Marino. Oké, wat is er over Marino waar? Marino is een voetganger, want hij heeft skielers aan. Marino hoort op straat. Die kan je gewoon zo verkeerd opvallen. Maar... God damn it. Marino is geen voetganger, want hij heeft skilers aan. Marino is een bestuurder. Hij heeft skilers met wielen. Nou, ik heb in de eerste vraag geleerd dat Marino geen bestuurder was. Dus hij is een voetganger, dus het is 1. Oh, ik heb hem goed. Yes! Bekijk de afbeelding. Na het skileren pakt Marino de step. Wat is Marino dan? Op een step is Marino nog steeds een voetganger. Op een step is Marino een fietser. Op een step is Marino een bestuurder. Ik denk dat Marino een bestuurder is. Want een step is geen fiets. Dus het is geen fietser, maar een bestuurder. Want het heeft 2 wielen. Meer dan een rolskate en zo. Maar for some reason is die een bestuurder dan. Ik heb dyslexie, oké? Laat me met rust, oké? Laat me alleen. Stop. Stop met me pesten, oké? Stop. Ik ben er nu ook helemaal klaar mee. Fuck dit, oké? Ik ben geslaagd. Ik heb tenminste mijn school afgemaakt, oké? Fuck dit, oké? Fuck deze hele toets, ja? Fuck dat. Abonneer op mijn kanaal. Fuck dat niet. En, ja, weet ik veel. Doe een duimpje omhoog of zo. En ja, I don't weet. Kuttoets.